In zo'n Plankendaal zijn er twee jongen van de goudkopleeuwaapjes geboren. De verzorgers waren eigenlijk een beetje verbaasd omdat het vrij snel was. De moeder Mattie moet vrij snel drachtig geworden zijn na de geboorte van haar vorig jong. Het is niet de eerste geboorte voor Mattie, het moedertje. Onlangs heeft ze nog een jong gehad, Yara. En eigenlijk de familie reageert daar eigenlijk heel goed op. Nu, voornamelijk zeker in het begin, zal alleen Mattie de jongen dragen. Vrij snel zal Pablo, de vader, ook een jong op de rug dragen. Dat wordt eigenlijk verdeeld in het gezin. We weten het geslacht nog niet van de twee kleintjes. We gaan dat waarschijnlijk ongeveer na 2-3 maanden weten wanneer we moeten pakken, chippen en seksen. Om te zien of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Het is belangrijk dat er goudkopleeuwaapjes geboren worden, want het is een zeer bedreigde diersoort. Zo'n Plankendaal is stamboekhouder van de goudkopleeuwaapjes. Die beslissen dus welke dieren met welke dieren gekoppeld mogen worden. Er zijn er niet veel meer en het is belangrijk dat we er kweken, omdat we er kunnen uitzetten, zodanig dat ze blijven bestaan en niet uitsterven.